Nee, dus eigenlijk die mensen die bij u binnenkomen, die voelen zich tegelijk ook niet extreem ziek? Absoluut niet. Die mensen komen binnengewandeld. Die komen dus niet met een ziekenwagen binnen. Die komen echt binnengewandeld en zeggen, ja, ik ben wat kort van adem, ik heb zo'n droge hoest. Ja. Maar die zijn dus wel vreselijk aangetast door het virus. Ja, u wilde eigenlijk met ons ook een aantal foto's delen om te tonen wat de situatie precies is van die jonge mensen? Inderdaad, dus... Als je binnenkomt met ademhalingsproblemen, wordt er in principe een klassieke foto van je longen gepakt. Maar we weten uit de literatuur die recent gepubliceerd is over die coronaproblematiek, dat een scan van de borstkas eigenlijk beter is. Mm-hmm. En dat wordt normaal niet zo snel gedaan? Wel, ik ben daar in principe ook tegen dat men zo vlug overgaat tot een scan. Maar uit de literatuur hebben we gezien dat een klassieke foto weinig aantoont, terwijl een scan wel zeer indicatief is voor een belangrijke infectie. En de beelden die we gisteren genomen hebben, zijn ronduit angstaanjagend. Oké, we gaan kijken naar die foto's. Dit is de eerste die u laat zien. Wel, ter vergelijking, dit is eigenlijk een foto waar een normale longen op zijn. Dus je moet het zo zien dat de voeten aan deze kant staan en het hoofd aan de andere kant. Mm-hmm. En dus je kijkt van onder naar richting het hoofd. En je ziet dus een dwarsdoorsnede door onze borstkas. In het midden ligt het hart. Dat is de witte vlek. De grote witte vlek is het hart. En dan zie je die zwarte plaatsen op de longfoto. Dat zijn eigenlijk de longblaasjes. Als je nu kijkt naar de foto die ernaast verschijnt, in die twee blauwe cirkels, heb je zo'n soort van infiltraten. Dus plekjes die wij matglasbeelden noemen. En dat zijn eigenlijk longblaasjes die quasi 20%, 25% gevuld zijn met vocht dat eigenlijk, zeg maar, ontstekingsvocht is. Je ziet ook in de cirkeltjes zijn getrokken rond de rechterlong. In de linkerlong zie je ook van die matglas. Ja, en dan de derde CT-scan. Is nog een stap erger eigenlijk. Daar zie je onderaan die grote cirkel. Dat is de onderzijde van de long. Daar zie je een heel sterke indichting. En daar zit in die longblaasjes, mag je rekenen, bijna 80-90% ontstekingsvocht. En dat begint er allemaal samen te koeken. Dat wordt echt een soort van massa die een litteken aan het vormen is. Ja, en dit is eigenlijk dan de situatie van een aantal mensen. Dat zijn die foto's zijn van gisteren. Ja, die foto's zijn van gisteren. Ja. Die op dit moment bij u. Kunnen zij genezen? Uiteraard kunnen zij nog genezen, maar dit is toch wel een levensbedreigende situatie.